Dag Raven, de opdracht voor volgende week is om enkele decimale getallen om te zetten naar binaire getallen en enkele binaire getallen om te zetten naar decimale getallen. Tijdens de les hebben we op het bord een aantal voorbeelden gedaan. Dat lukte aardig. Ik ga het hier nog eventjes demonstreren en uitleggen. Dan kan je dit filmpje gebruiken om je oefening goed te maken. Hier zie je aan de bovenkant 8 decimale getallen, die elk zo dubbele zijn van degene die er rechts naast staat. Dus als je van rechts naar links zou lezen, begin je bij 1, het dubbele is 2, het dubbele is 4, het dubbele is 8, het dubbele is 16, het dubbele is 32, 64 en 128. 8 getallen naast elkaar en daaronder hebben we 8 nulletjes staan. Nu, als we een bepaald binair getal, bijvoorbeeld dit getal, willen omzetten naar decimaal, dan gaan we kijken welke kolommetjes een 1 hebben. Bijvoorbeeld helemaal rechts hebben we een 1 in het vakje onder de decimale 1. Dan onthouden we dat het al minimum 1 is. Dan gaan we verder naar de 4. Die is ook een 1. Dus die onthouden we ook. En dan onder de 16 staat ook een 1. Die tellen we bij elkaar op. En dan weten we dat het binaire getal 0010101 is gewoon 21. Oké. Als je deze oefening opnieuw wil zien, spoel je gewoon even terug. We kunnen hetzelfde ook andersom doen. Stel dat we het getal 75 decimaal, stel dat we daarvan willen weten wat het binaire getal is, dan gaan we van links naar rechts alle getallen af. We gaan eerst kijken. Is 75 groter of gelijk aan 128? Nee, dan blijft dat 0. Is 75 groter of gelijk aan 64? Ja, dan wordt dat 1. We trekken 64 af van 75 en we houden 11 over. En we gaan weer verder. Is 11 groter of gelijk aan 32? Nee, we laten het 0. Is 11 groter of gelijk aan 16? Nee, we laten het 0. Is 11 groter of gelijk aan 8? Ja, dan komt daar een 1. We trekken 8 af van 11 en we houden 3 over en we gaan daar weer mee verder. Is 3 groter of gelijk aan 4? Nee, we laten het 0. Is 3 groter of gelijk aan 2? Ja, dan wordt dat ook een 1. We trekken 2 af van 3 en we houden 1 over. 1 is het laatste getal, dat is dus dat blijft over, dus die laatste 1 wordt ook een 1 en we zijn klaar. Dus het decimaal getal 75 is 01001011. Oké? En in de e-mail zit een oefening van een aantal decimale getallen die je kan omzetten naar binair. En binaire getallen die je kan omzetten naar decimaal. Als huiswerk voor volgende week vrijdag. Succes!